We bevinden ons hier in de beweegtuin van de revalidatieafdeling van Noorschoten. In deze tuin kunnen mensen, als ze hier tijdelijk zijn opgenomen, revalideren. Zodat ze, als ze weer naar huis gaan na het revalidatieproces, dat ze thuis weer letterlijk en figuurlijk goed uit de voeten kunnen. Ja, dat je op die lijst staat. Ik kreeg meteen een appje van de schoonzus die in een ander verpleeghuis werkt. Die zei, oei, je staat op de lijst. Gaat het wel goed met je? Ook zij staan op de lijst. Zorginstelling Noorschoten uit Barneveld. De lijst van verpleeghuizen waarover de inspectie zich grote zorgen maakt. Je hebt het rapport gelezen? Ja, dat klopt, ja. Wat dacht je? Oei, dacht ik in eerste instantie. Dacht, dat is niet zo best. Het is zo. Zoals het er staat. Dat zijn de feiten die geconstateerd zijn. Maar, noem eens wat van die feiten. Er wordt een incident gemeld. Dan vervolgens kijkt er iemand naar. En dan zijn allemaal mensen die er naar moeten kijken. En dat wordt niet door iedereen goed afgevinkt binnen het ECD. De elektronische cliëntendossier. Dat is zo. En dat is niet goed. En dat hebben we ook aangegeven als commissie. Maar als daar nog niks aan gedaan wordt, dan is het goed dat daar een opmerking over staat. Een conclusie over uw verpleeghuis is: de geboden zorg voldoet onvoldoende aan de normen en is daardoor risicovol. Dat is nogal wat. Ja. Maar of deze opmerking ook voor Noorschoten geldt. Ik weet eigenlijk dat de cliëntveiligheid niet in het geding is. Maar ik zeg ook, we voldoen niet aan alle normen. Als er een norm is voor medicatieveiligheid, dan zeg ik van nou, het gaat hier wel goed met de medicatie. Maar de protocollen, wordt er goed vastgelegd? Retourbakken voor medicatie, is dat in orde? Wordt goed vastgelegd als er medicatie gewijzigd wordt? En wie wijzigt dan de medicatie? Dat doet in principe altijd de arts, maar hoe wordt het dan verder in de organisatie, in het interne werkproces vastgelegd? Dat zijn wel punten waar we echt aandacht aan moeten besteden. Wat vindt u van dit verpleeghuis? Prima. Het is net een werkvakantie. Ja, door de fitness en dan moet je werken. Maar ik vind het echt goed hoor. Goed personeel? Ja. Ja, lieve mensen. Verzorgend personeel is heel erg goed. Heel lief en zorgzaam. En niks is te veel. Wat we ook gezien hebben in het rapport van de inspectie, is dat ze ons zeer positief benoemen als instelling waar warme en betrokken zorg wordt geleverd. En dat is iets, daar is Noorschoten natuurlijk erg blij mee, maar het past ook bij de klantwaarderingen die we krijgen. In Nederland kun je kijken op zorgkaartnederland.nl en dan kun je als cliënt je waardering geven voor hoe je de zorg en het welzijn ervaart als je hier woont of hier tijdelijk verblijft. En daar krijgt u wel een voldoende? Daar krijgen wij zeker een voldoende. Daar hebben wij een 8,2 voor. Ik heb het vanmorgen nog even gecheckt, want vorige week was het nog 8,1. Dus we zitten in de stijgende lijn. Aan de andere kant dacht ik ook, nou, misschien is het ook wel erg zwart-wit om te zeggen dat we slechte zorg geven. Dat denk ik niet, want ik zie heel veel tevreden cliënten, bewoners. Dus in die zin denk ik dat het... het is jammer dat we op die lijst staan. Maar aan de andere kant denk ik, ik denk wel dat we echt wel een goed huis zijn met goede zorg en hart voor de mensen.